Eerder dit seizoen een zeer spannende wedstrijd tussen Jong Vitesse en de Treffers. Het werd uiteindelijk 3-2 in Groesbeek. Met de laatste, de winnende treffer, in de extra tijd van de tweede helft. Nu is het begin zeer vermakelijk eigenlijk van beide kanten. De Bond namens de Treffers met een eerste poging. In wat nog een vrij matige poging is. Maar het is het begin van een zeer aantrekkelijke openingsfase. Waar beide ploegen er alles aan doen om te scoren. Dat kan vrijuit voetballen als er niet zo heel veel meer op het spel staat. Hier is de Bond weg. Vaai in de achtervolging kan er niet meer bij. En daar zou dan toch het doelpunt moeten zijn, maar hij krijgt hem er niet in. Robert Mutsers zou nog topscorer kunnen worden in de tweede divisie. Moet er veel maken. Gaat niet lukken. Want al in de eerste helft, halverwege de eerste helft, valt Mutsers uit. Wordt vervangen dan door Verbeek. Grote tegenvaller voor Mutsers en de Treffers. Maar hier wel de voorsprong. Het doelpunt is van Wesley Meeuwsen. Fraai gedaan. Voor hem ook alweer zijn 16e doelpunt van het seizoen. Hier is Mutsers er nog om een klein gaatje te creëren. En heel beheerst afgemaakt door Wesley Meeuwsen. Helemaal rechts de trainer van de Treffers, Anton Jansen. En een vroeg en ook verdiende voorsprong voor de Treffers. Maar daarna gaat Vitesse steeds beter spelen. Met Van Bergen. Het grote talent. Mitchell Van Bergen. Goede actie, maar raakt de lat. 17 jaar is hij nog steeds. Al zo vroeg gedebuteerd. Een van die spelers die dus bij Jong Vitesse in ieder geval zijn minuten maakt. En de ploeg van Lammers reageert goed op de achterstand. Jong Vitesse gaat beter spelen. Volgende kans daar. Deze is voor Anil Merkan. Maar hij krijgt de bal niet langs Niels Cornelis. 3 nederlagen op rij voor Jong Vitesse. En een zeer teleurgestelde Lammers. Die vindt dat niet alle spelers er alles aan hebben gedaan dit seizoen. Deze wedstrijd is steeds meer het spel voor Vitesse. Corian met de poging, buitenkant paal. Problemen voor de Treffers dus. Maar we zitten eigenlijk nog steeds redelijk in het begin van de eerste helft. En de kansen blijven maar komen. Hier bijna een eigen doelpunt. Zat Maartsdorf ook nog aan. De redding was er van Turnes. Strongs geeft voor. Hier is Verbeek. Slim balletje. En daar is de 0-2. Doelpunt van Keukens. En de invaller Verbeek, die dus kwam voor de geblesseerd geraakte Mutsers. Met de assist op de treffer van Frank Keukens. 0-2, eigenlijk in een fase waarin het hem niet zo slecht ging met Jong Vitesse. Tweede helft met meteen weer een goede actie van Corian. Het schot is daar van Gouw. Hier is Kalor, andere middenvelder van Jong Vitesse. Die hebben we ook al in het eerste gezien. Zonder de basis uit bij Groningen. Deze wilde poging vliegt hoog over het doel van Cornelis. Volgende aanval weer met Corian. Hoek lastig. Dus kijken of hij een ploeggenoot kan bereiken. Van Bergen. Aardige actie van Van Bergen. Het schot is weer voor Cornelis. Osman. Maar die krijgt hem er niet in. De Treffers zijn er toch weer opvallend moeilijk. Jansen zag zijn ploeg onlangs al een wanprestatie leveren tegen Jong Twente. De ploeg die laatste werd. Werd met 4-1 van verloren door de Treffers. En nu bij het ook al gedegradeerde Jong Vitesse toch weer geen denderende wedstrijd van de Treffers. Sterker nog, daar is de 1-2. Verdient ook. Osman scoort. Is er zelf zo te zien niet heel erg blij mee. Maar goed, prima doelpunt. Nu heeft Cornelis geen kans. Ziet de bal niet helemaal goed. En heeft geen kans meer om niet te stoppen. Verdiende aansluitingstreffer. En misschien schrikt dat de Treffers dan weer even wakker. Zijn natuurlijk al uitgespeeld. Maar ja, dan kun je nog wel iets meer brengen dan ze hier doen. Aardige kans dit wel van Nick de Bond. Maar al snel is het weer Vitesse in de aanval. Merkan, daar is Osman. Die krult hem er gewoon weer in. 2-2. Is hij al blijer? Nou, nog niet heel erg. Maar deze treffer is prachtig. Krult hem precies in de hoek. Geen kans voor Cornelis. En dus 2-2. En Vitesse in de jacht zelfs op meer. Gaat
Het weer gebeuren. Gaat de treffers weer verliezen van de ploeg die al gedegradeerd is? Nee, want het blijft uiteindelijk bij 2-2 in Arnhem. Wel een vermakelijke wedstrijd. Met de complimenten toch vooral voor de ploeg van Lammers.